Goedemiddag allemaal en van harte welkom bij deze SKF Knowledge webinar. Deze webinar heeft als titel Optimizing Your Rotating Equipment Performance. En dat is dan wel in het Engels, maar de webinar zelf zal gelukkig in het Nederlands worden gegeven. En gaat dus over het optimaliseren van uw rotating equipment. Daar is een hoop over te doen, dat is een actueel onderwerp. En we hebben twee collega's bereid gevonden om jullie daar een hele hoop over te gaan vertellen. Ze gaan zichzelf wel even aan u voorstellen. Dat is Jan Hofman en Gert-Jan Willems. Dus dan hoef ik dat nu niet te doen. Mijn naam is Hanko Hazeboom. Communicatiemanager binnen SKF. En voordat we gaan starten, een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Als het dan nog niet gebeurd is, of iedereen zich zou willen muten, zodat we geen achtergrondgeluid hebben. Deze webinar wordt opgenomen en iedereen die zich heeft aangemeld, die krijgt ook achteraf de presentatie toegestuurd en eventueel documentatie die daar nog bij nodig is. En mochten er vragen zijn, dan kunt u die stellen via de chat. Dan kan de presentatie in ieder geval doorgaan. En dan zal ik of mijn collega die zal kijken of tijdens de presentatie of anders na de presentatie de vragen kunnen beantwoorden. Dat waren de belangrijkste mededelingen. Dat is het wat mij betreft. En dan geef ik graag het woord aan, ik weet niet wie er als eerste gaat starten, Gert-Jan of Jan? Hanko, dankjewel. Ik ga zelf als eerste starten. Mijn naam is okay. Gert-Jan Wilms. Heel hartelijk welkom allemaal bij dit webinar van SKF. Zoals gezegd, mijn naam is Gert-Jan Wilms. Ik ben manager Asset Management Services binnen SKF. En ik ga jullie vandaag de introductie geven over Rotating Equipment Performance. En Jan Hofman gaat het straks van mij overnemen. Een heel klein momentje nog. Ja. Goed, voor vandaag de agenda. Vooraf gaan we even een kleine introductie geven over wat Asset Management is en wat het AEO-model van SKF is. Wij gaan laten zien wat Rotating Equipment Performance is natuurlijk. We laten zien wat de eerste stap is in de assessment en roadmap voor verbetering van Rotating Equipment Performance en de mogelijkheden van Rotating Equipment Performance. De takeaway is aan het eind van deze webinar, hopen wij te bereiken, is wat u kunt doen om het maximale uit uw rotating equipment te halen. Dat u begrip heeft van asset management en de relatie met het SKF AEO-model. We hopen dat u een inzicht heeft gekregen in de mogelijkheden van SKF Rotating Equipment Performance. En het allerbelangrijkste, het start eigenlijk met het onderzoeken en bespreken van de wensen en de mogelijkheden van u. Asset owners of klanten of aanwezig. Zo gezegd, we starten met het asset management en de relatie met het AEO-model van SKF. Wat is asset management eigenlijk? Ja, ik ga geen heel webinar houden over asset management zelf, maar ik beperk me even tot twee definities of omschrijvingen die we vaak tegenkomen in asset management. Het is een systematische benadering voor het beheren van en het realiseren van waarde met die zaken waarover een groep of een entiteit controle heeft gedurende een hele levenscyclus. Mooie volzin, ik heb er nog één voor jullie. Asset management is een systematisch proces van het ontwikkelen, opereren, onderhouden, verbeteren, uitbreiden en afbreken van assets op de meest kosteneffectieve manier, inclusief alle kosten, risico's en prestatiekenmerken. Samengevat kun je eigenlijk zeggen, het is een systematische benadering of een systematisch proces, want dat zijn de overeenkomsten hierin, die gedurende de hele levensduur proberen de waarde te optimaliseren van productiemiddelen of installaties die jullie hebben. Hier zien jullie in kleur even weergegeven dat eigenlijk de twee definities die hier staan eigenlijk dezelfde elementen in zich dragen. Dus eigenlijk praten we altijd over hetzelfde. Systematische benadering,
realiseren van waarde gedurende de hele levenscyclus en de assets of zaken waarop je controle hebt. Asset management volgens ISO 55.000 voor de liefhebbers dan nog even. Die is redelijk simpel. Asset management is de gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te creëren uit activa. En daarnaast zijn er drie hele mooie standards geschreven die dat uit gaan leggen. Op dit moment was ik even de controle kwijt. Die neem ik nu weer terug. Het SKF-AIO-model. Eigenlijk is het SKF-AIO-model een model wat de processen en de informatiestromen binnen een bedrijf weergeeft. Wat je kunt gebruiken om het optimale te halen uit je assets. Dat is... Het begint eigenlijk met strategize, met welk doel wordt het werk uitgevoerd, welke risico's worden afgedekt. Daar worden eigenlijk de bedrijfsdoelstellingen omgezet in een strategie om je assets te gaan beheren. De processen die je daarin voorkomt is de bepaling van, het zijn eigenlijk je business goals die gebruikt worden om een maintenance strategy te bepalen. Het asset management plan te maken. Prioriteiten te stellen, reliability issues te benoemen. Dat is ongeveer wat in die eerste fase plaatsvindt. Dit model overigens, het SKF-AIO-model, is natuurlijk niet nieuw. Dit is al jaren geleden ontwikkeld en inmiddels wordt het al jaren door ons toegepast om bedrijven te helpen om hun waardeoptimalisatie te halen uit hun assets. Het tweede deel daarvan is het identify-deel. Identify, hierin worden de strategie in de praktijk gebracht, worden de juiste prioriteiten gesteld. Informatieintegratie en besluitvorming, werkorders worden hier gegenereerd. Daar zitten de processen die eigenlijk begin vormen van het onderhoudsproces, zoals dat plaatsvindt in de TD's of onderhoudsorganisaties zelf. Derde deel van het AIO-model is het controldeel. Control, daar wordt het werk georganiseerd zoals het moet. Planning, zoals het moet uitgevoerd moet worden. Planning wordt daar gedaan. Werkvoorbereiding wordt er gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van standard job plans, spare parts alignment. Om zo efficiënt mogelijk door te kunnen gaan naar de volgende fase van het proces. En dat is daar waar het onderhoud uitgevoerd wordt. Eigenlijk de voorgaande stappen zijn ervoor natuurlijk ook om te zorgen dat het werk in één keer op de juiste manier uitgevoerd wordt. In één keer goed. Om zo optimaal mogelijk, efficiënt mogelijk bezig te zijn. Dat is in feite de basis van het proces. Maar dat zou natuurlijk niet zijn zonder het optimize model daarin. Onderweg leer je natuurlijk van een heleboel zaken. Je hebt soms... Je hebt een balance scorecard die in de gaten houdt wat je prestaties zijn. Op het moment dat het niet goed gaat, kun je een analyse toepassen. Kun je verbeteren, aanpassingen doen aan het proces. Root cause analysis of failure analysis kun je gebruiken om verbeteringen uit te voeren. Zorgen dat fouten die je maakt niet nogmaals voorkomen. Dat storingen die vaak voorkomen, niet meer voorkomen. Maintenance task optimization. Je leert van de uitvoering. Op het moment dat het niet goed gaat of goed gegaan is... hebben we een stukje feedback loop om te zorgen dat de jobplans aangepast worden en dat de volgende keer het werk wel goed gaat of beter gaat. Machine upgrade, rebuild, redesign proces zit erin en technology upgrades wanneer nodig. En dat alles bij elkaar is het beproefde SKF AIO model. Dit moment gaan we over naar mijn collega Jan Hofman. Jan gaat de introductie doen voor Rotating Equipment Performance. Jan? Jan, mag ik jou het woord geven? Je staat nog op mute, Jan. Ja, ik ben er.
Even vergeten, sorry. Goed, mijn naam is Jan Hofman. Ik ben Asset Management Consultant bij SKF. En ik zal het tweede deel van deze presentatie voor berekening nemen. We gaan het dus hebben over Rotating Equipment Performance. Eerst eventjes vooraf. In deze tijd, het wordt ook een moeilijke tijd natuurlijk. De meeste bedrijven hebben het niet makkelijk. Worden geconfronteerd met een hoop uitdagingen. En er zal de komende tijd veel gevraagd worden om de prestaties van uw assets of uw installaties te verbeteren. De beschikbaarheid moet omhoog voor meer output. Er worden betere prestaties gevraagd. Dus dat betekent produceren op volle snelheid. En dat allemaal tegen de juiste kwaliteit. En tezamen vormt dat natuurlijk de OEE. Dat is waarschijnlijk een KPI voor uw bedrijfsdoelstellingen. Dus het moet beter, het moet sneller en we moeten meer. En dat terwijl de operationele en onderhoudskosten niet mogen stijgen of zelfs moeten worden gereduceerd. En daarnaast moet de wet en regelgeving worden nageleefd om je licensed operator te behouden. Dus bij elkaar zijn dat uitdagingen. De performance moet hoog en de kosten moeten naar beneden. Als je even kijkt naar het kleine afbeeldingje rechtsonder, dan zie je dat dat altijd gepaard moet gaan met hogere risico's. Je kan niet zomaar kosten drukken en je performance gelijk houden en risico's gelijk hebben. Er zit altijd een wisselwerking tussen deze drie. Denk bijvoorbeeld aan ongeplande stilstanden door storingen, kwaliteitsproblemen of zelfs ongevallen omdat er minder veilig gewerkt wordt om toch maar de productie te redden. Het is altijd zoeken naar het optimum tussen prestatie, kosten en risico. Dat is nou precies ook de essentie van asset management. Als je kosten wilt verlagen, dan moet je hoge risico's nemen en andersom. En welke risico's zijn nou acceptabel? Veel bedrijven hebben geen inzicht in de risico's die ze lopen. Ze rennen vaak noodgedwongen van ene storing naar de andere storing. Het gevolg is hoge risico's, hoge kosten en lagere performance. Als je weet waar de risico's liggen, dan kan je je mensen en middelen daarna allokeren. Het resultaat is minder risico, lagere kosten en hogere beschikbaarheid. Dus we hebben inzicht nodig in risico's. Maar hoe hoog zijn die risico's dan? En wat kan ik eraan doen? Als ik even kijk naar SKF, wij hebben daarvoor twee value propositions. De onderste twee, die kent u natuurlijk, dat zijn onze producten. De lagers, de seals, de aflichtingen enzovoort. Maar enig jaar geleden hebben we daar iets aan toegevoegd. Dat is Rotating Equipment Performance. Bij Rotating Equipment Performance gaat het ons op het realiseren van de gewenste performance van uw installaties. En dat kan variëren van het geven van advies, het uitvoeren van condition monitoring programma, maar ook SKF kan ook de volledige verantwoordelijkheid voor de performance van de installatie overnemen op basis van bijvoorbeeld een maandelijkse fee. Goed, we moeten eerst weten wat uw behoefte is welke risico's u loopt voordat wij een invulling kunnen geven aan deze propositie, aan Rotating Equipment Performance. Daarvoor gaat bij ons is, het is voor ons dus belangrijk om een verbeterpotentieel in beeld te brengen, om te zien waar wij u kunnen helpen om te verbeteren. Dat doen we door middel van een assessment. En ik ga eerst de komende sheets eerst even uitleggen hoe ons assessment eruit ziet. Bij ons heet dat een client needs analysis. Dat is een assessment waarbij u inzicht krijgt in het verbeterpotentieel van de organisatie en waardoor u de juiste keuzes kunt maken om het verbeterpotentieel optimaal te benutten. Dus het doel van een CNA is dus om te weten wat u kunt en wat u wilt verbeteren. Daarmee maak ik ook weer gebruik van het asset efficiency model wat Gert-Jan straks heeft toegelicht. We doen een CNA voor asset management, maar we doen ook CNA's voor lubrication. Onder lubrication is ook een niet te onderschatten, levert een niet te onderschatten bijdrage aan de prestaties van uw installatie. Het optimaliseren van lubrication kan veel stilstand voorkomen en kosten besparen. We hebben inmiddels wereldwijd ongeveer 1600 CNA's gedaan. In alle bedrijfstakken, waardoor we veel kennis hebben opgebouwd en veel vergelijkingsmateriaal. Dat we benchmarks hebben. We hebben een eigen software om dit te analyseren en om hier statistieken van te maken. De gegevens die nodig zijn voor de CNA worden in 40 vragen behandeld. En die zijn verdeeld over de vijf facetten van het IO-proces. Die vijf vragen. We stellen eerst 10 vragen over het stukje strategie. Dan hebben we het over risicobeheersing. Daarna 10 vragen over het hoofdstuk Identify. Dan gaan we kijken op basis van gegevens uit het preventief onderhouds- en inspectieprogramma worden bijvoorbeeld acties bepaald. Samen met preventieve taken en preventief onderhouds, taken en storingen worden hier van werkorders gemaakt. De vraag is hoe gaat u daarmee om?
We hebben 10 vragen over work control. Die gaan over planning en werkvoorbereiding. Hoeveel werkinstructies zijn er? Wat is de mate van overwerk? Wat is de backlog? We hebben 8 vragen over de uitvoering. Dat gaat over de productiviteit, de kwaliteit van het werk, hands-on tooltime, training van medewerkers, juiste gereedschappen. De laatste 2 vragen gaan over het living program. Van wat kan je doen? Of wat leer je van wat je doet? Goed, al deze vragen die stellen we bij elkaar om de doelstellingen van uw bedrijf en de kansen en de bedreigingen te leren kennen. Alle vragen die worden in onze eigen software behandeld. En de antwoorden van de vragen die worden verdeeld over de 4 fases van de maturiteit. Die ziet u hier in deze pijl. We hebben daar een dun lijntje mee getekend bij de 4 fases van maturiteit. Dus firefighting, maintaining, promoting en innovating. En elk van de 40 vragen wordt op deze manier ingedeeld. Sommige antwoorden kunnen dan innovating zijn, terwijl andere woord firefighting zijn. Dat kan over die 40 vragen een heel divers beeld geven. Vaak is dat afhankelijk van de historie, prioriteiten, financiële of organisatorische mogelijkheden van uw bedrijf. En daarnaast vergelijken we nog de score van uw bedrijfstak. En als we alle antwoorden bij elkaar hebben, dan maken we er weer een grafiek van. Als je even kijkt nog naar de 4 fases van onderhoudsmaturiteit. Als je even kijkt naar maintaining bijvoorbeeld. Ik even uitleggen hoe je deze pijl het beste kan lezen. Bij maintaining is de drijfveer is het voorkomen van storingen. De beloning die je daarvoor krijgt is dat je minder verrassing hebt. En het gedrag wat je vertoont is beheersing. Zo hebben we voor alle 4 maturiteiten hebben een beschrijving gemaakt van wat je drijfveer is, wat je beloning is en wat het gedrag is wat daarbij past. De antwoorden van die 40 vragen die zetten we in een welbekende spider. In de spider hier zo ziet u in de rode lijn, dat is uw score. En de blauwe lijn, dat is de benchmark. Dat is het gemiddelde van uw bedrijfstak. Naast deze spider leveren nog een aantal andere rapportages. Ik heb hier als voorbeeld even een traffic light bijgezet. In traffic light kunt u per vraag zien in welke fase van maturiteit het antwoord is ingedeeld. En wat de best practice is van uw bedrijfstak. Dit bij elkaar geeft dus een beeld wat u kunt verbeteren. Dat wil niet zeggen dat u het ook moet gaan doen. Veel veranderingen tegelijkertijd uitvoeren, dat werkt meestal niet. Dus zodra de analyse is voltooid en de resultaten zijn gerapporteerd, dan hebben wij een aantal verbetervoorstellen. Die we formuleren die ook aansluiten bij de behoeften en de stand van zaken in uw organisatie. En na overleg over uw wensen en mogelijkheden maken we een roadmap. Daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. We hebben al 1700 assessments gedaan de afgelopen jaren. Dus we hebben al de nodige ervaring opgebouwd. Om even een beeld te schetsen wat we nou zien. Dit is een redelijk gemiddelde score wat we wereldwijd zien. Er zijn per land en per continent aardige verschillen te zien. Maar dit zijn toch over het algemeen springen een aantal onderdelen eruit. We zien dat de kosten van onderhoud ten opzichte van de ERV, de Economic Replacement Value, vaak de verzekerde waarde, die is vaak hoog. Hij ligt vaak veel hoger dan de best practice. We zien de spares en stores. We zien dat als je veel spares in je magazijn hebt liggen, dan brengt dat veel kosten met zich mee. Je moet je ook afvragen, welk risico dek ik af met dit sparepart? Dat gebeurt toch veel te weinig. Er ligt onnodig veel op voorraad. En wat nodig is, dat is er vaak niet altijd. Of als je het nodig hebt, dan is het ofwel obsoluut. Ofwel, het werkt niet meer. Onderhoudsstrategie. Nou, daar zien we gemiddeld een flinke deuk. Wij beoordelen de klanten hier of ze een onderhoudsstrategie hebben op basis van risico. Nou, u ziet dat daar nog een enorme verbeterslag te maken is. Zodra je een onderhoudsstrategie op basis van risico zou implementeren, zie je ook dat bijna alle andere aspecten die hier genoemd zijn, dat die daarmee verbeteren. Een stukje gatekeeping. Ook hier gaat het om risico's. Weet je welke prioriteit je moet stellen? Er zijn nog weinig bedrijven die bij het stellen van prioriteiten gebruik maken van hun risicomatrix. Of die hun risico's kennen daarbij.
Toestand van assets. Ja, als je toestand van assets niet kent, dus met name de technische toestand, is de achteruitgang, hebben we lager bijvoorbeeld ondanks betaalbare trillingen, dan weet je ook niet wat je dan moet doen. Je weet niet welke risico's je loopt en je weet niet wat je dan kan doen. Dus het is belangrijk om de toestand van je assets te kennen. Planning en werkvoorbereiding zien we gemiddeld genomen nog een flink gat. Daar is nog aardig wat te verbeteren. Werkinstructies. Als je goede werkinstructies hebt, dan is de kans op fouten lager. En is het ook het aantal storingen dan minder natuurlijk. Training, zorg voor de juiste vakkennis en zorg dat mensen up-to-date zijn. Dat draagt ook enorm bij aan de betrouwbaarheid van het werk wat geleverd wordt. En het laatste stukje, het continu verbeteren. Ook dat is gemiddeld genomen erg laag. Er wordt weinig geleerd van fouten die gemaakt zijn of van storingen uit het verleden. Of er wordt weinig geluisterd naar de feedback van monteurs. Dit zijn allemaal dingen die wij afgelopen jaren gezien hebben. En waar we natuurlijk heel veel gebruik van maken als wij deze analyse doen bij klanten. Nog even een klein voorbeeldje, de illustratie. We zien dat maar een klein deel van de bedrijven heeft een op risico gebaseerde strategie voor meer dan 40% van hun equipment. Dat betekent niet dat je meteen overal een FMEA RCM-analyse op moet gaan doen. Het gaat erom over de vraag of er nagedacht is over het risico van falen van het equipment en dat onderhoudsstrategie daarop is afgestemd. Dus de score is daar verbazingwekkend laag. De vraag is natuurlijk waar je moet beginnen. In de spider zien we dat er heel veel mogelijkheden vaak verbeterd kunnen worden, maar zoals gezegd, je kan niet alles tegelijk doen. Dat heeft geen enkele zin, daar loop je in vast. We zien voor bedrijven met veel ongeplande stilstand, die weinig tijd voor preventief, daar maken we eerst ruimte door fixing the basics programma noemen we dat. Breng het huis op orde, je CMS op orde brengen, je werkprocessen structureren, storingsregistratie goed doen, performance killers en kostdrivers in beeld brengen, RCA's doen. En dan kan je vanuit die manier, vanuit historie, vanuit ervaring, kan je al werken aan je onderhoudsstrategie. Dit zijn verbeteringen die op korte termijn al heel veel op kunnen brengen in tijd en in geld. Het geeft rust in de tent omdat het aantal storingen afneemt. En daardoor komt er ruimte om later risk-based maintenance toepassingen te gaan gebruiken bijvoorbeeld. Dus voordat je begint aan een heel strategieproject is het belangrijk om eerst te zorgen dat je organisatie er ook aan toe is. En dat je organisatie ook de mogelijkheid heeft om de onderhoudstaken die uit zo'n project komen, om die ook echt uit te gaan voeren. En dat ze ook in staat zijn om te verbeteren. We zien andere bedrijven die hebben voor het wel baat bij een hele RCM-analyse, omdat ze het huis al op orde hebben en omdat ze al in staat zijn om te verbeteren. En om te leren van wat ze doen. Met de ervaring die wij inmiddels hebben opgedaan met zoveel CNA's, zijn we ook aardig in staat om een aardige roadmap te maken. Daarnaast kunnen we u helpen om een business case te maken op basis van deze roadmap. En daarmee de besparingen en de investeringen te kunnen bepalen. Ook een beetje slokje water. Goed, uiteindelijk levert dit dus een plan voor u op. Het is een plan voor meerdere jaren met duidelijke doelstellingen en met haalbare en met meetbare resultaten. Wat heeft dit nou allemaal met REP te maken? Daar gaan we nu even naartoe. We gaan even kijken naar de mogelijkheden van het programma wat wij Rotating Equipment Performance noemen. Dat betekent ook Equipment Performance is een programma met een aantal producten en diensten erin die ervoor zorgen dat uw prestaties tegen gewenste de gewenste prestaties tegen acceptabele kosten en risico's kunt realiseren. Eigenlijk om het heel simpel te zeggen, wij maken ons druk om uw performance. Daar gaat het hele programma eigenlijk om. Ik noem even de hoofdpunten nu en ik loop zo meteen even meer in detail erdoorheen. Het begint met assess. Nou, dat is wat u kunt en wat u wilt verbeteren. Daar hebben we het net over gehad. We doen dus een assessment. Volgende stukje detect. Dat gaat over het detecteren van potentieel falen. Zorg dat je dat kent. Zorg dat je de status van apparatuur kent. En zorg dat je in kan grijpen voordat het te laat is. Hoofdstukje maintain, dat gaat over de juiste onderhoudsstrategie op basis van risico, juiste uitvoering, juiste gereedschappen en ook weer continu verbeteren. Het hoofdstukje solve, dat gaat over het oplossen van verstoringen en vooral het voorkomen van herhalingen. En rebuild, dat gaat over
het besparen van kosten door hergebruik van lagers. Daar zijn al wat aparte webinars over geweest. Die kunt u nog wel opzoeken, denk ik. Dat biedt heel veel mogelijkheden. Ik ga in de komende dia's even overeen door de verschillende onderdelen heen. Beginnen we even met die tekst. We zijn natuurlijk als SKF behoorlijk uitgerust met allerlei mogelijkheden om onder andere tillingsmetingen uit te voeren op uw lagers. Maar er zijn veel meer mogelijkheden om de conditie van uw apparatuur te meten dan hier getoond natuurlijk. Ik laat alleen even hier zien, we hebben portable, online en wireless mogelijkheden om trillingsmetingen uit te voeren. Waar het allemaal om gaat is dat u informatie krijgt over de toestand van de lagers natuurlijk. We voeren het algemeen eerst een quick risk analyse uit om te kijken of het wel zinvol is om te meten. De vraag is ook welke apparatuur moeten we toepassen en met welke intervallen moeten we meten. En we kijken naar de PF-curve. Na detect gaan we naar het hoofdstukje maintain. Bij maintain gaat het om het optimaliseren van uw onderhoudsstrategie. En wij gaan er dan vanuit dat op basis van risico gebeurt. Dus dat betekent dat we de onderhoudstaken afstemmen op de criticaliteit van uw apparatuur. Daarvoor doen we altijd eerst een quick risk analyse. Dan maken we een onderscheid in de machines die met hoog, midden of laag kritisch zijn. Hoogkritische units, daar kunnen we een FMEC RCM analyse op doen. Op middenkritische machines gaan we meestal uit van een preventief programma light. Dus we doen wat standaard taken en wat inspecties. Laagkritische equipment doen we alleen onderhoud als het kosteffectief is of als het nodig is voor compliance. Door eerst die indeling te maken in die drie grote brokken, dus in hoog, midden en laag kritisch, kan je al flink snel stappen zetten. En dan heb je al vrij snel een heel aardig onderhoudsprogramma. We hebben aanstaande maandag een webinar over een maintenance strategy review. En daarin leggen we uit hoe wij met gebruik van FMEC RCM komen tot een optimale onderhoudsstrategie die we op basis van risico maken. Ook bij maintain hoort het optimaliseren van spare parts. Als we ergens geen goede preventieve taak voor kunnen vinden, dan kan een spare partje nog redden. In ieder geval om de gevolgen van de storing te reduceren. Dus dan kijken we ook naar welke spare parts moet je in magazijn neerleggen. Training hoort hierbij, onderhoud op de juiste manier uit te voeren. U weet waarschijnlijk dat lagers meestal hun levensduur niet halen door verkeerde handling, door verkeerde montage, door verkeerd smeren, door verkeerde uitleiding. Heel belangrijk. Dat de mensen de juiste training krijgen en dat de lagers hun einde levensduur halen. Het optimaliseren van het smeerprogramma, dat hoort ook bij een stukje maintain. Dat kan u echt veel opleveren. Het is een beetje ondergeschoven kindje vaak, dat smeren. Maar ja, omdat we zelfs een apart assessment lubrication voor hebben, geven we aan hoe belangrijk het voor ons is. Het is essentieel, als je kijkt welke risico's je met het smeren afdekt, dan wordt het in een keer een hele belangrijke functie. Bovendien zijn de mensen die smeren vaak ook nog eens de oren en ogen van de installatie. Dus het smeerprogramma is voor ons een van de belangrijkste onderdelen van een installatie voor rotating equipment. Volgende onderdeel, dat gaat over SOLT. Dat heeft te maken met application engineering. Dat is de afdeling bij ons die kijkt naar of u optimale lagertype gebruikt, de juiste seals, de juiste lubrication en de juiste behuizing. Vaak wordt er een studie gestart als er een storing is geweest en wordt vaak gekeken of het wel de juiste toepassing gebruikt wordt. Als er een lager toch kapot gelopen is, en daarvan ziet u hier een aantal fotootjes, kunt u die opsturen naar ons laboratorium in Houten. Daar wordt in eerste instantie de technische oorzaak wordt bekeken. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig smering is geweest, of dat er vocht in het lager is gekomen, of dat er elektrische doorslag is geweest bijvoorbeeld. We kijken nog verder dan de technische oorzaak. Als er voor de gebrek aan smering is, waardoor is dan dat gebrek aan smering ontstaan? Kan dat bijvoorbeeld voorkomen uit een onduidelijke instructie? Of is het misschien verkeerd vet gebruikt? We maken dus een complete analyse en we doen aanbevelingen voor acties, zodat de storing nooit meer voorkomt. En we zien vaak dat dit organisatorische dingen treft of instructies. Als laatste stap in de rotating equipment hebben we een stukje rebuild. Je ziet hier een fotootje van een
lager wat gemanufactured is door SKF. We geven exact dezelfde garantie op een gemanufactured lager als op een nieuw lager. En ze zijn aanmerkelijk goedkoper dan een nieuw lager. Dus het is voor jullie heel interessant om gebruikte lagers, om die een opknapbeurt te geven bij ons en ze daarna weer in te bouwen. Dat spaart u geld, het spaart het milieu en u heeft gewoon een zo goed als nieuw lager. Ik ga één sheet ver. Deze moest ik hebben. Nog even alles bij elkaar. We analyseren dus alle verbetermogelijkheden. Die zetten we in een roadmap. We stellen prioriteiten en we brengen de juiste volgorde aan. Zodat we precies datgene kunnen doen wat voor u het meeste waarde toevoegt op korte en op lange termijn. En SKF biedt ook een breed scala aan producten en mogelijkheden om daar om de invulling aan te geven. Bovendien, rotating equipment performance is ook een contractvorm. Waarbij niet de geleverde product of dienst centraal staat, maar waarbij de gerealiseerde performance contract staat. Waarbij we bijvoorbeeld op basis van een maandelijkse fee de performance van de installatie kunnen garanderen. Daarover kunt u meer contact opnemen met onze accountmanagers. Goed, tot zover dit is het verhaal over rotating equipment. Dan gaat Gert-Jan nu verder met de afronding van dit webinar. Dankjewel Jan. Nu ben ik alleen de presentatie kwijt. Oh, dan zal ik hem even opnieuw zoeken. Deze. Ziet eruit gevallen. Ja, nog een blikje. Moet ik even helemaal achter toe lopen. Ja, iets te enthousiast. Ja. Ja, super. Dankjewel, dan neem ik de controle weer over en dan hoop ik dat hij wel blijft. Ja. Zoals gezegd, samenvatting van dit webinar. Rotating Equipment Performance gaat over wat SKF voor u kan doen om de doelstellingen te realiseren op het gebied van de machineprestaties. Total Cost of Ownership en Compliance. Ik hoop dat het duidelijk geworden is dat het schaalbaar is van losse producten tot en met de andere kant van het gamma. Een totaal fee-based pakket waarbij we alles voor onze rekening nemen, inclusief een deel van de verantwoordelijkheid voor het draaien van uw installatie. En daarnaast de producten en de specialistische kennis en services van SKF, die worden hierbij bij Rotating Equipment Performance gebundeld tot een totaal aanbieding, een totaal pakket, waarmee we u proberen te helpen en kunnen helpen. Tot zover de samenvatting van dit webinar. Voor volgende webinars die gepland staan, verwijs ik u graag voor dinsdag 9 juni naar Condition Monitoring Made Simple, verzorgd door SKF. Donderdag 11 juni, Optimizing Your Rotating Performance. Dat is vandaag. Sorry, ik zie dat 9 juni, dat was vorige week natuurlijk. Afgelopen dinsdag. Maandag 15 juni is de Maintenance Strategy Review door SKF. En 18 juni is Artificial Intelligence in Maintenance. We hopen u allen daar weer te zien, natuurlijk. Voor de volledigheid hebben we hier even onze contactgegevens achtergelaten. Dus mochten er achteraf vragen ontstaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ik weet niet of Ringo of ja. Er nog is. Ja, ik ben er nog steeds. Mooi, dan zou je jou graag het laatste woord willen geven. Eventueel kijken of er nog vragen zijn die wij kunnen beantwoorden. Goed, tot op heden heb ik geen vragen in de chatbox kunnen zien. Mochten er toch nog vragen zijn, maak nu gebruik van de mogelijkheid om inderdaad de vragen rechtstreeks te stellen aan Gert-Jan, dan wel Jan. Dus daar geef ik u graag de ruimte voor. Ondertussen verwijs ik u inderdaad naar de slide die Gert-Jan net liet zien over de twee resterende webinars die we nog samen organiseren met het NVDO. Komende maandag dus inderdaad dezelfde tijd, 1 uur, Maintenance Strategy Review
En volgende week donderdag een bijzonder interessante webinar. Vorig jaar heeft SKF het bedrijf Presenso overgenomen. Presenso is een grote partij als het gaat over artificial intelligence en de software en alles die daarbij hoort. Volgende week hebben we de grote man van Presenso, dan wel nu SKF AI, die dit webinar voor ons gaat verzorgen. Dat bestaat niet alleen uit een theoretisch deel, maar voor een heel groot deel een demonstratie van de software en wat artificial intelligence voor jullie als bedrijf zou kunnen betekenen. Zeker een aanrader om ook die te gaan volgen. De mogelijkheid om dat te doen is inderdaad gebruik te maken van de link naar onze website. Die website link die zal ik jullie vanmiddag toesturen met de presentatie handouts die we vanmiddag beschikbaar gaan stellen, als ook de recording van deze sessie. Die worden jullie straks dus allemaal automatisch toegestuurd. En daarin zal ik zorgen dat naast de informatie van Gert-Jan en Jan, dus ook de andere relevante informatie te downloaden dan wel te bekijken is. Oké, ik zie hier toch nog een vraag binnenkomen. Staat er op het lager wat gerebuild is, dat het is gereviseerd? Ik weet niet wie ik daar woord aan mag geven. Ik ga wel eens even. Ja, het staat er ingegraveerd. Ja, we geven aan dat het lager gere-manufactured is. Ja. Oké. Als daar nog meer vragen over zijn. Ik weet dat Rob Bouwmeester heeft daar een webinar over gegeven. En die is vast ergens terug te vinden. Ja, ook daar geldt voor de webinars die we eerder hebben gegeven. Die vinden jullie ook terug op de website. Van al deze webinars is een handout dan wel een recording beschikbaar. Die we graag met jullie willen delen. Dus zeker ook deze van Rob. En ook degene die we afgelopen dinsdag als eerste in de serie van 4 hebben gedaan op het gebied van Condition Monitoring Made Simple. Zeker het terugkijken waard voor u dan wel voor uw collega's. Dus mocht u daar vragen over hebben, neem gerust contact op met mij of met een van onze sprekers. En wij voorzien u graag van deze informatie. Oké, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik u enorm dank zeggen voor uw tijd en voor uw aandacht. En we hopen u graag in een van de eerstvolgende webinars terug te mogen zien. Tot dan, stay safe zou ik zeggen. Geniet van uw dag en hopelijk tot een volgende keer. Dank voor jullie aandacht en tot later. Ja, en bedankt. Tot later.